Goedenavond, dames en heren. Straks blikken we bij Omroep Zeeland terug op de afgelopen nieuwsweek. Dat doen we in Zeeland de Week. Nu eerst het nieuws van deze zaterdag. Prijzenavond op het festival Film by the Sea in Vlissingen. Le Prix TV 5 Monde voor de beste Franstalige film werd gewonnen door Juste la fin du monde. De Parel, de publieksprijs voor de beste boekverfilming, was geen verrassing. Publieke werken naar het boek van Thomas Rozeboom en ik vraag graag naar voren. De Sylvia Christelprijs was voor Nina de la Parra. En zo maakte een ster haar entree voor haar Grand Acting Award. En ze is hier, dames en heren. Geef haar een heel lachen. I've been happy because I've been working with fantastic directors. And I still work now. I'm 78 years old and I continue. En last but not least, de Film- en Literatuurprijs. Ladies and gentlemen, the jury unanimously awards the Derafted Film and Literature Award to Original Bliss by Sven Tedeke. Agenten hebben vanochtend rond 7:30 een gewonde man gevonden aan de zeedijk in Westkapelle. Het slachtoffer is waarschijnlijk een Pool. Hoe hij gewond is geraakt, wist de man niet meer. Het slachtoffer was aanspreekbaar, maar kon zich niets herinneren. Hij vertelde de agenten dat hij een rode rugzak en een fiets bij zich had, maar die spullen lagen er niet meer toen de politie bij de man aankwam. De man is naar het ziekenhuis gebracht. 3, 2, 1, go! Ter ere van het 25-jarig bestaan van de federatie Sloeproeien Nederland werd er vanmiddag op het Veerse Meer een sloepenrace gevaren. Zo'n 100 sloepen streden 13 kilometer lang om de speciale jubileumbokaal. Die is uniek. De volgende keer pas over 25 jaar weer verdienen. Dus dat is wel echt de ultieme prijs voor vandaag. De sloepen die worden in feite ingedeeld in startgroepen. En ze starten per 4 en de langzame sloepen die starten het eerst. En dat betekent dus dat de snelle sloepen aan het eind starten en dat tegen de finish het hele veld weer min of meer in elkaar schuift. Schuim erop in, jullie zijn nu gefinished als allereerste! Bij de herenrace kwam de Zeeuwse sloep Schonewardin als eerste over de finish. Toch is het niet zo dat de roeiers van deze sloep ook de daadwerkelijke winnaars zijn. We hebben lichte sloepen, we hebben zware sloepen, we hebben 8-riemsloepen, 10-riemsloepen. Dus je kan niet in één klas met al die sloepen. En om die reden hebben sloepen een handicap systeem. Dus degene die het eerst over de finish is, hoeft lang niet de winnaar te zijn. Dat kan dan wel zo zijn, maar deze Zeeuwen zijn alsnog heel blij. Het gebeurt niet vaak dat ze eerst binnenkomt. Dit is echt fantastisch. Op ons eigen water, volgend jaar weer. In Hulst is vandaag het jaarlijkse trappistenweekend weer van start gegaan. Aan het begin van de middag was het rustig. Logisch, want je kon de bui letterlijk zien hangen. Maar desondanks bleef het toch droog. Nou ja, totdat de flesjes open gingen natuurlijk. En dat viel zelfs bij enkele dames in de smaak. Ja, best wel. En heb je nog favoriete soorten dan? Dat is verschillend. Als het warm is, is een blond biertje wel lekker. En als je nou eens een slok neemt? Wat proef je dan in je mond? Dat is moeilijk te zeggen. Beetje bitter op het begin en niet al te zoet voor een blond biertje. En het drinkt goed weg, denk ik. Wat is eigenlijk je favoriete trappist? Oeh, dat is een moeilijke vraag. Er zijn er zoveel, maar even kijken. Als ik zou moeten kiezen, denk ik wel voor de Zundert zou gaan. Ja, een ander biertje wat meer krachtig is van smaak, zeg maar. De kenners en niet-kenners laten het zich dus goed smaken. Tot aller tevredenheid van de Hulstenaren. Het is open uit de zon er nog door komt, dan komen er veel Belgen naar Hulst. Want die lusten er wel pap van Trappistenbier. En u? Vroeger wel, minder rozel erin. Mijn borrelke erin, Trappistenbier. Maar tegenwoordig mag ik geen bier niet meer in. Maar ik vind het nog steeds het beste bier wat er is. Het Trappistenweekend duurt nog tot en met morgenavond. Hoek op eigen veld tegen Noordwijk. Hoek in de witte shirts. We zitten in de eerste helft. Twee ploegen die aan elkaar gewaagd zijn. Deerge Martens met de voorzet. Blijft hangen en daar Yoshimar Patinama. De spits van Hoek zet zijn ploeg op 1-0 op het eigen kunstgrasveld. Hoek dat aantreedt in een 3-5-2 systeem met twee spitsen en dat pakt redelijk goed uit. In de tweede helft dan blijft de bal hangen en dan is daar zowaar de 1-1. Ruperto Dorothea is de doelpuntenmaker namens Noordwijk. En dan gaat Hoek op jacht naar de winnende treffer.
Er komen steeds meer kansen aan in die tweede helft. En dit is een goedlopende aanval. Kijk maar eens. Deze 1-2 tussen Wilson en Martens. Wilson met een goede voorzet. Klinkermaier. En uiteindelijk Kaal Doesburg. 2-1 voor Hoek tegen Noordwijk. Een heerlijke, zwaar bevochten overwinning voor Hoek. Dat uiteindelijk dus toch te sterk bleek. Dankzij deze treffer van Kaal Doesburg. 2-1. Wegtrekkende buien vanmorgen, de zon brak door en dat leverde hier in Zierikzee een fraaie regenboog op. De komende dagen zien er droog uit, storingen worden op afstand gehouden en dat betekent ook vanavond en vannacht droog weer in de provincie. Wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af, maar over het algemeen toch vrij veel wolkenvelden. Er staat een matige noordoostenwind en het is geen koude nacht, minimumtemperaturen van 15 of 16 graden. Morgen is het weerbeeld vergelijkbaar met dat van vandaag. Misschien breekt de zon net wat vaker door dan vandaag, dus minder wolkenvelden. Maar goed, er schuift wel een aantal wolkenvelden over de provincie. Blijft dus droog en met een matige noordoostelijke wind wordt het weer warm. Maximumtemperaturen 21 à 22 graden tegen een langjarig gemiddelde van een graad of 19. En ook de dagen daarna blijft het rustig en overwegend droog weer. Misschien op maandag wat meer bewolking en mogelijk een enkele bui. En de middagtemperatuur komt steeds op 20 of 21 graden uit. En dat was Zeeland Nu voor vandaag. Tijd nu voor Den Haag. U kunt zo meteen kijken naar een speciale uitzending over het Prinsjesfestival vanuit de Hofstad. Daarna ben ik er weer met Zeeland de Week.